Ja, Jack, had je gehoord? De doelen bij Ajax Arsenal bij de vrouwen. Playoffs Champions League. Waar 10 centimeter te laag. Ja, ik heb het gehoord. En dat deed me een beetje denken aan vroeger. Bij de pupillen hadden we ook zo'n lat eronder, weet je wel. Dat je erbij kon. Dat was eigenlijk bizar, hè? Ja. Welkom bij aflevering 47 van De Aftrap. Met als gasten fotograaf Olaf Kraak en SC Volendam-speler Daryl van Mieghem. Met FC Volendam is Daryl van Mieghem begonnen aan een mooie reis door de Eredivisie, waarvan het einde natuurlijk ongewis is. Daryl, welkom. Ja, één keer gewonnen van FC Twente, dat is knap. Nu Fortuna Sittard. Komende zondag wordt het tijd voor nummertje 2. Ja, dat lijkt me wel, ja. We zijn een paar keer dichtbij geweest, maar ja, zondag wordt een hele belangrijke wedstrijd. Goed dat je er bent. Dankjewel. Hij fotografeerde op het WK in 2010 in Zuid-Afrika en was meerdere keren betrokken bij de Olympische Spelen. Volgens mij 7 keer. Ja, klopt. Hij is freelance fotograaf bij het ANP en bij nog meerdere dagbladen. Olaf, welkom. Ja, dank je. Is het nu anders met de technologie van tegenwoordig om een goede foto te maken? Nou, de technologie helpt wel heel erg. Of je daar nou echt een betere foto mee maakt, dat weet ik niet. Want het gaat natuurlijk toch nog steeds over de fotograaf zelf. Maar het helpt wel. Het is wel een verschil of je 3 beelden per seconde hebt of 20. Ja. En dan heb je toch een grotere kans dat er een goede bij zit. Okay. Dus ja, dat durf ik wel toe te geven. Ja. Vorige week maakten de kijkers kennis met een nieuwe barvrouw. Petra ging hartstikke goed, maar we zijn blij dat het vertrouwde gezicht van Nettie natuurlijk weer terug is. Nettie, fijn, helemaal weer opgeknapt. Ja, ik ben blij er weer te zijn. Goed dat je er bent. Ja. Ik heb een vraag voor Daryl. Als voetballer word je natuurlijk vaak herkend, maar word je vaak aangesproken op straat of herkend? Nou, ik moet zeggen, thuis in Amstelveen, waar ik woon, daar laat iedereen me met rust. Of ze kennen me niet. Maar ja, als je een rondje door Volendam loopt, dan zeker wel. Ja, absoluut. Oké, leuk. Ja, ja. Is dat leuk? Ja, jawel. Als mensen positief zijn, is dat leuk. Het kan ook soms andersom zijn, maar dat maak ik gelukkig niet al te vaak mee. En hoe was het bij de andere clubs waar je gespeeld hebt? Excelsior, Heracles? Ja, een beetje hetzelfde eigenlijk. In de stad zelf, waar de club vandaan komt, daar... Praten mensen wat tegen je op straat en over de afgelopen wedstrijd of de komende wedstrijd. Maar over het algemeen laat iedereen je wel met rust. Een beetje aandacht is altijd wel vlijend, toch? Tuurlijk, hartstikke leuk. Ik moet wel zeggen dat iedereen denkt altijd dat het heel leuk is om alleen maar over voetbal te praten. Maar het mag ook wel eens over iets anders. Nou, je mag wel inbrengen voor vanavond, hoor. Ja. Dus daar mag je even over nadenken. Ja. Ja, dit weekend staan natuurlijk weer mooie wedstrijden op het programma in de Eredivisie. We hebben de Interland Break achter de rug. Groningen AZ wordt gespeeld op zaterdagavond. En Ajax Go Ahead Eagles. Ja, en op de zondagmiddag heel vroeg, 11:15. Fortuna Sittard tegen FC Volendam. Is dat een lekker tijdstip, 11:15? Nou, het is wel wat vroeg, hoor. Als je dan om 9:00 aan een bord pasta zit, dan... Dan moet je wel veel moeite doen om die achterover te werken. Maar, ik moet er niet aan denken. Nee, daarom. Dus, maar ja, goed. Je moet goede brandstof hebben om de wedstrijd te spelen. Maar ja, ideaal is anders. Maar jullie gaan een dag eerder weg. Ben je daar blij mee? Ja, dat hebben we tegen Groningen uit ook gedaan. Toen speelden we ook zondag 11:45. En ja, dat beviel mij persoonlijk prima. En volgens mij de rest van de groep ook. Dus we trainen zaterdagmiddag en dan daarna vertrekken we naar Sittard. Een hotelletje en dan bij wie slaap je op de kamer? Ik gok dat het weer met Robert Muur is. Ja? Ja. Mag je daar zelf nog invloed op uitoefenen of wordt dat ingedeeld voor je? Het wordt ingedeeld, maar er wordt overal wat invloed. Ja, de oude spelers hebben wel iets over te zeggen. Precies. En je bent goed met Robert, hè? Want, ik ben goed met Robert, zijn ook samen vakantie. Maar hij snurkt niet. Hij snurkt niet, nee, gelukkig. Okay. Hij is heel rustig. En jij? Nee, ook, volgens mij. Dus ik heb nog geen klachten gehad. Dus bevalt prima met Robert op de kant. Maar jij hebt het er dan natuurlijk over van... Nou, ik heb nou bij uitzending gezeten tegen Robert. Ja, ik weet niet of hij je kent, maar... Ja, genoeg om over te praten. Maar je moet wel flexibel zijn als voetballer, hè? Want de ene keer speel je op zaterdagavond om 9:00. Dan weer om 16:30 op de zondagmiddag. Nu weer 11:45. Doe een beetje denken aan de pupillentijd. Hè? Ja. Nee, dat is vroeg inderdaad. Maakt het jou wat uit? Nou ja, in de KKD speel je natuurlijk over het algemeen altijd om 8:00 op vrijdag. Ja, goed. Nu, dan wist je waar je aan toe was? Ja, het enige wat ik lekker vind aan een middagwedstrijd is dat je s'avonds wat beter slaapt. Ik heb over het algemeen na een avondwedstrijd dat ik zeer moeilijk in slaap kom. Dus dan wordt het toch 1:00 of 3:00 s'nachts, 4:00. En dan volgende nog weer trainen. Dan,
ben je wel wat vermoeid. Dus dan is een middagwedstrijd is wel lekker. Ik kan me voorstellen als je juist laat speelt op de dag, dat je dan ook de hele dag zit je daar tegenaan te hikken. Als je om zaterdag om 9 uur moet spelen. Zeker, ja. En je speelt thuis, laten we zeggen. Je hoeft niet eens ver te reizen. Nee, precies. Wat doe je dan de rest van de dag? Ja, een beetje rusten. Ja, je hoeft pas 3 uur van tevoren op de club te zijn. Dus dan ben je... Ik heb gelukkig 2 kinderen die me aardig bezighouden. Maar nee, wat je zegt, je bent wel een beetje de hele dag ernaartoe aan het hikken om te gaan, zeg maar. Ja, maar boodschappen ga je dan niet doen of doe je dat wel? Nee, ja, ik deed vorig jaar eigenlijk vast ritueeltje dat we altijd even met de kleine meid naar de markt gingen en dan daar een rondje lopen. Ja, maar het is iets anders dan echt de weekboodschappen binnenhalen. Nee, dat zeker niet. Nee, maar wel even eruit in plaats van alleen maar op de bank zitten thuis. Ja. Olaf, maakt dat jou nog uit als je een klus aan het einde van de dag hebt of zo? Of werk jij liever gewoon... Nou ja, ze zeggen dat je rond middaguur 4-5 dat je dan het meest actief bent. Hè? Dat je activiteiten, dat je het meest scherp bent. Maar zo'n voetbalwedstrijden vind ik hoe eerder hoe beter, hoor. Vroeg juist. Ja, dat vind ik wel. Maar zeg je dat omdat je dat zelf prettig vindt? Of is dat qua licht gewoon? Want die avondwedstrijden die hebben toch ook wel wat met die lampen aan? Ja, ook wel wat. Maar zo'n 9 uur, dan krijg je inderdaad dat je zo'n hele dag zit je tegen zo'n wedstrijd aan te hikken. Want ik hik ook tegen zo'n wedstrijd aan. Weet je, ik heb toch ook een soort spanning van het gaat er wel ergens over. En dan is 9 uur, dan vind ik wel laat. Dat is wel... Ja. Het mag voor mij eerder. Ja, persoonlijk vind ik het nadeel dat je laat in je bed ligt dan. Ja. Zeker als je een uitwedstrijd hebt. Stel je voor dat je Fortuna om 9 uur op zaterdagavond hebt. Ja. Je wil zeggen, het is zondag de volgende dag. Maar dan kom je bij nacht en ontijd thuis. Ja, ik kom wel vaak om 1 uur, 1:30 kom ik dan thuis. En dat wordt dan niet altijd met enthousiasme ontvangen door mevrouw. maar waarom ben jij nou een andere fotograaf dan een ander? Nou, ik wil niet zozeer zeggen dat ik een andere fotograaf ben. Alleen ik vind wel... Je hebt mensen die kunnen het heel goed registreren, vastleggen. En je hebt fotografen die doen er net iets meer mee. Dat het een foto die meer beklijft en dat je kan zien dat die meer verzorgd is. En dat het een aantrekkelijkere foto is om naar te kijken. Ja. En dat is met elk vak... Ik vergelijk het wel eens met een kok. Je geeft iemand 20 ingrediënten en iedereen maakt er iets anders van. Ja. En als je iemand hebt die het alleen maar goed kan snijden en bij elkaar voegen en opwarmen... dan krijg je toch niet zo'n lekker gerecht als iemand die daar toch iets meer mee doet. Maar wat zijn dan de dingen wat jou zo speciaal maakt? Ja. Wat let jij dan op? Nou ja, voor elke wedstrijd zeg ik altijd aan een collega van... ik hoop 1 mooie foto te maken. Hmm. En die ene foto, dat is dan wat je voor jezelf zegt. Hier ben ik blij mee, dit is geslaagd. Die wedstrijd heb ik in 1 foto kunnen pakken. Maar je hebt ook wel eens wedstrijden dat je 100 beelden hebt... en dat het eigenlijk allemaal, dat het allemaal net niet is. Hmm. En ik ben er altijd wel naar op zoek. En andere fotografen die registreren alleen maar. En dat noemen wij wel eens heel denigerend de kiloknallers... ze hebben alles. Maar ben ik misschien nog ouderwets. Maar je wilt toch altijd wel iets hebben wat je zegt van... die springt er tussenuit. Ja, maar heb jij ook een voorbeeld? Van ik heb wel voorbeelden. Ja? Ik vind bijvoorbeeld Guus Dummelman van de Volkskrant. Vind ik een geweldig fotograaf. En, maar die heeft ook de luxe dat er maar 1 foto in de krant komt. Hè? Dus die kan heel gericht de hele wedstrijd zeggen... dat wordt het. Maar hij heeft altijd het goede moment. Hij heeft altijd de foto waar het om draait. En als je dan al die foto's van het hele seizoen naast elkaar legt... dan denk je, het is wel goed. En hij heeft feeling met het voetbal. Ja. Dus dat zie je gelijk. Maar wat was jouw allermooiste foto nou? Wat je gemaakt hebt, van jezelf? Ja, dat kan je nooit aan een fotograaf vragen. Wat is je allermooiste foto? Nee, maar waar je het meest trots op bent. Ik heb dan een WK Zuid-Afrika gedaan. En dan heb je een finale. En dan 5,5 week. Ja, dan loopt dat tot 1 moment. En toen zat ik goed bij het doelpunt van Spanje. Ik had het verdriet heel mooi. Ja, en dan heb je de hele finale in 1 foto. En dan denk ik, het is toch gelukt. Ja. En dat is wel een heel vaag gevoel. Maar moet je dat dan zelf vieren? Eigenlijk, dat gevoel? Of kun je dat ook met meerdere mensen delen? Nou, je hebt het natuurlijk wel met collega's en thuis. En ik ben ook niet zo iemand die dat van alle daken afschreeuwt. Maar ik heb voor mezelf altijd wel een gevoel van... het is gelukt of het is niet gelukt. Maar je hoeft ook niet zo bescheiden te zijn, toch? Nee, maar ja.
dat je trots bent op jezelf of dat je jezelf, ja, daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Ja, ja. Ik weet niet wat het is, ja. Maar ik weet voor mezelf wel of het gelukt is of niet. Ja. Dat absoluut. Ja. Heb je Daryl wel eens gefotografeerd? Nee, nee. Echt niet? Nee, ik hoorde dat Daryl te gast was. En toen heb ik toch even gekeken in mijn archief. Maar nee. Nee, maar terwijl je wel wedstrijden van Volendam hebt gedaan. Ja, zeker. Vroeger heel veel. Goed, hij is natuurlijk sinds vorig seizoen pas. Dus, ja. Ik heb niet zulke belangrijke wedstrijden gespeeld, denk ik. Nou ja, dat zijn jouw woorden. Nee. Ik, misschien komt het nog. Ja. Maakt het nog uit, want hij speelt nu in Sittard. Maakt het nog uit in welk stadion je zit? Heb je een... Staan niet waarvan je zegt, ja. Daar zijn de omstandigheden echt perfect. Ja, ja. In het over algemeen zijn de omstandigheden in Nederland heel slecht. Ja. Bij de Eredivisie. Slecht? Ja, slecht. En je kan slecht je werk doen. Weinig goede posities. Ontzettende troep waar je moet gaan zitten. Kabels, kisten, stewards die je wegsturen. Maar er zijn een aantal stadions waar het goed werk is. Arena kan je prima werken. Maar als je dan bijvoorbeeld bij... waar was ik laatst? Bij Willem II. Nou, dat is echt een drama. En dan wordt het echt werken. Ja. En biergooiers? Ja, biergooiers, dat is iets van... dat is een fenomeen wat heel erg speelt. En dat is na de corona echt wel heel erg geworden. Waar we heel veel last van hebben. Heb je daar een verklaring voor? Ik denk dat de mensen na die corona toch een korte lontje hebben. En dat zie je ook breder. En buiten het voetbalveld zie je het ook. En of we het nou niet meer gewend zijn door die corona, hoe het was. Maar ja, ik vind dat de mensen echt agressiever zijn. Ja. En vroeger had ik wel eens het idee, dat bier, dat is natuurlijk van alle tijden. Er werd natuurlijk overal wel bier gegooid. Maar dat het echt gericht naar ons als fotograaf en cameramensen, dat is wel, ja. Ja, dat is wel heel zorgelijk. En, ik had een paar weken geleden nog een collega, een vol glas bier op zijn computer. Ja, stuk. €3500. Oh. En wie draait daarvoor op? De verzekering? Of kan je dan nog bij de club klagen? Of kan je dan nog wat? Nou ja, we hebben een tijdje geleden een bijeenkomst gehad van de KNVB en NSP. Nederlandse Sportpres. En hoe we dit probleem gaan aanpakken. Want het loopt de spuigaten uit. En... En ze zijn nu eindelijk bezig, ook naar aanleiding van dat Tadić getroffen werd door bier. Dat er toen een speler is geslagen bij Heracles. Ja, Heracles toen, ja. En nu kan je, zeg maar, de bedoeling is dat je aangifte doet bij de politie. En dat je het meldt bij de KNVB en bij de Nederlandse Sportpers. En de KNVB heeft bijvoorbeeld een jurist in dienst die speciaal daarvoor is aangenomen. En die dan kan dan voor jou aan de gang om de dader op te sporen. Maar verwacht jij daar wat van? Want het blijkt heel moeilijk om mensen in de stadion te identificeren. Ik hoorde dat er vorig jaar zijn er al 400 stadionverboden uitgedeeld. Ten opzichte van 150 dat jaar ervoor. En ze verwachten nu dat het boven de 500-600 gaat worden. Want bier, dat is één, maar vuurwerk, dat is natuurlijk nog... Ik kan me voorstellen dat je wel eens een beetje bang wordt. Ik bedoel, er was al een cameraman die op een gegeven moment wegliep bij zijn camera. Ja. Die zei van, die doe ik niet meer. Ja. Stop ermee. Ja, nou, dat zijn ook bij... die cameramensen, die hebben ook de opdracht. Als ze ergens staan en ze voelen zich niet veilig, dan melden ze dat en dan kunnen ze weggaan. Ja. Maar heb jij daar last van? Dat je denkt van, of kan je dan als fotograaf een beetje opschuiven? Als je denkt van, ik voel me hier niet helemaal veilig. Wat je dus krijgt, en dat is heel jammer, als ik bijvoorbeeld bij Twente ben en ik wil, meestal kom ik voor de tegenstander van Twente. Dat helpt niet echt. Nee, dus als je dan voor die tribune zit, hoe heet die site ook alweer waar ze dan... Vak P. Ja, en ik heb nu wel zoiets van, ik ga daar niet zitten. Nee. En ik hoor het van collega's ook. Die zeggen, ik heb het er niet meer voor over dat ik allemaal apparatuur naar de kloten gaat vanwege dat bier gooien. En bij AZ is het precies hetzelfde. Dan, als ik voor die bandsite denk van dan denk ik echt drie keer over na om dat te gaan zitten. Hoeveel waarde heeft jouw apparatuur als je een wedstrijd bezoekt? Ja, wel tussen de 30 en de 35.000 euro sjouw ik mee in mijn stewardess koffertjes. Ja. Ja. En mensen beseffen zich dat helemaal niet. Nee. En ik werk bij de pers voor die foto. En dan iemand die moedwillig jou dat aandoet. Dat is gewoon heel naar. Ja. En,
Ja. De agressie is ook niet te peilen. Je kan ook niet met die mensen in gesprek gaan. En weet je, het kunnen hele kleine dingen zijn. Dat je bij Feyenoord, ik ben wel eens opgestaan om 10 meter verderop te gaan zitten. En dan op een gegeven moment, dan ben je gewoon 45 minuten lang. Ja, ben je de lul. En dan continu dat geschreeuw naar je. Ja, dat heb jij ook meegemaakt, Derel, toch? Bij Feyenoord? Ja, bij Feyenoord is het wel, denk van alle clubs in Nederland, het meest extreme wat je naar je hoofd krijgt. Ja. Vooral als je dan als wisselspeler aan het warmlopen bent, dan krijg je eigenlijk voortdurend de volle laag. En ja, ook van mensen waarvan je het niet verwacht. Ja. Er staan gezinnen met vaders, met jongetjes. En die staan net zo hard te schreeuwen. Jongetjes van 13 die je uitschelden voor van alles en nog wat. En de rest eromheen staat te lachen. Zo van, kijk eens hoe goed hij dat doet. Ben jij daar gevoelig voor? Nee, ik moet er altijd wel om lachen eigenlijk. Ja? Ik vind het ook altijd wel leuk als mensen wat roepen vanaf de tribune om ze even aan te kijken of zo. Dan, het lijkt net alsof ze dan schrikken van... ik roep iets in een groep vanuit een tribune en dan dat is lekker veilig. En dan, als je ze even aankijkt, dan denken ze misschien van, het is misschien toch een beetje rauw. Hoe is dat bij Volendam trouwens? Van onze supporters? Nee, bij het uitvak. Ja, daar kom ik niet zo vaak. Dus. Daar kom ik niet langs. Maar je ziet ook sinds corona dat de eigen spelers een bierdouche nemen. Ja, dat vind ik helemaal wonderlijk, maar dat gebeurt ook. Bij wat doelpunten heb ik al wat biertjes voorbij zien vliegen. Ja. Maar wat vind je daar nou van? Ja, ze hebben nu een net op gang, hè, bij ons. Ja. Maar Olaf, als iemand bier over je apparatuur gooit, hoe kom je erachter wie dat gedaan heeft? Ja, dat is best wel een lastig verhaal. Want je denkt dan met al die camera's in zo'n stadion dat het heel makkelijk is om iemand te achterhalen. En dat gebeurt ook wel regelmatig, maar... Ja, die gasten zijn zo behendig eigenlijk erin. Ze zijn onherkenbaar. En weet je, het is vaak pech. Ja. Capuchon op. Ja. Ja. Kleding wisselen. En brilletje op. En opgaan in de massa. Ja, ze zijn heel voorzichtig altijd met corona. Dus hebben we heel vaak zo'n masker. Ja, ze dragen op ons met een masker. Ja, heel voorzichtige jongens. En dat is bijna niet te achterhalen. Al is het nog vroeg in het seizoen. Fortuna zit dat Volendam. Het is ook vroeg op de zondagmiddag. Maar je zou het een degradatiekraker kunnen gaan noemen. Fortuna Volendam. Ja, de Turkse spits Burak Yilmaz is natuurlijk de blikvanger bij Fortuna. Dat is een speler waarvoor je op je hoede moet zijn. Nou, daar kan je wel een dvd'tje van maken, hoor, met al die goals die hij al gemaakt heeft in zijn carrière. Dus wat dat betreft is het natuurlijk gewoon een gelouterde spits die ontzettend veel kwaliteit heeft, die ontzettend veel slimheid heeft. Heel goed positioneert. Ja, dat zie je in alle beelden terug die ik heb gezien. Dus je hebt veel dvd's van hem? Nou, als je internationaal je werk doet, dan weet je wat deze jongen al de afgelopen jaren gedaan heeft. En ook tegen het Nederlands elftal heeft hij toen laten zien wat hij kon. Ja, met een hattrick was dat volgens mij. Ja, dus hij heeft ontzettend veel kwaliteit. Zeker in de box, maar ook buiten de box. Zeker ook met zijn vrije trappen. Complete spits. Nou, hoe ga je hem dan afstoppen? Nou ja, door hem niet zoveel aan de bal te laten zijn. En proberen de ruimtes rondom hem weg te halen. En dat is allemaal makkelijk op papier. Hè? Het gaat om de praktijk. En dat moet je proberen zoveel mogelijk dicht te timmeren. FC Burak in plaats van Fortuna Sittard. Hij is daar zelf niet zo erg over te spreken, over die naam. Maar wat vind jij daarvan, Derel? Ja, het is natuurlijk een grote speler die ze hebben binnengehaald. En volgens mij speelt er ook achter de schermen nog het een en ander. Al zegt hij zelf dat dat niet waar is, maar goed. Wij moeten ons niet op Yilmaz focussen. Want Fortuna heeft nog wel meer aardige spelers volgens mij. Maar hij is wel de man waar het om draait. Ja, zeker. Dus als je hem uitschakelt, vergelijk Polen, Lewandowski bijvoorbeeld. Ja, nee, absoluut. Hij heeft een aantal goals gemaakt. Ja. Ja, hij is levensgevaarlijk Champions League gespeeld. Nou ja, trainer zei het al, hat-trick tegen Nederland. Dus ja, weet je, dat is allemaal bekend. Alleen... we zullen hem gewoon goed moeten afstoppen. Mannetje erop en Bouyamba erop en uitschakelen maar. Ja, Xavier is een sterke jongen. Dus nog jong. Dus kan zich mooi bewijzen. Ja. Maar we moeten het toch ook niet overdrijven? Ik bedoel, Henk Verma, Robert Muren en jij. Ja, we hebben ook genoeg jongens die een goal kunnen maken. Dus en volgens mij, Fortuna draait ook nog niet echt geweldig. Dus, Zeuntjes geschorst. Dat is misschien nog wel de beste voetballer bij Fortuna. Maar...
Ja, we moeten wel waakzaam zijn voor ze. Maar het is wel puntjes schrapen, hè? Want het is nummer 15 tegen nummer 16. Ja. Dus het moet eigenlijk gebeuren. Want volgende week speel je het dan tegen Ajax. Dan heb je Heerenveen en dan heb je AZ uit. Nee, dat is, daarna komt zeker een lastig programma. Alleen, volgens mij zeiden we de vorige wedstrijden ook dat we de puntjes moesten halen tegen Go Ahead en die andere ploegen. Maar toen kwam het er niet van. Maar deze keer moeten we ze wel gewoon gaan pakken. Jonk was hier te gast en die zei, of klapte eigenlijk min of meer, dat op zijn telefoon staat 40 punten dit seizoen. Ja. Dat deed ons de wenkbrauwen wel een beetje voor ons, maar dat heeft hij ook met jullie gedeeld. Want hij zegt, ik leg de lat hoog. Ja. Dat is veel, want dan speel je makkelijk veilig. Ja, dan moeten we er nog een hoop halen. Ja. Maar, heeft hij met jullie besproken? Ja, zeker. Hij heeft ons dat verteld. Dat zijn doel is voor dit seizoen. En ik weet inmiddels wel een beetje van Wim dat hij de lat hoog legt. Ook voor zichzelf en zeker voor ons. Maar is dat realistisch? Dat zal moeten blijken aan het einde van het seizoen. Dat is een mooi antwoord. Ja. Ja, dat blijft dat in de groep. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Ja, jongens, 40 punten. Dat is een boel. Ja, dat is een hoop. Maar goed, dat is nog ver weg. We moeten nu gewoon op korte termijn punten gaan pakken. En we hebben tot nu toe denk ik aardig gespeeld. Alleen, we maken nog regelmatig gewoon te kinderlijke foutjes die vorig jaar misschien niet afgestraft werden, maar op dit niveau gewoon direct worden afgestraft. En is dat anders nu met Mbuyamba erbij? Achterin? Ja, we zijn in ieder geval blij dat hij erbij is. Dat we weer in de breedte ook zeker wat meer hebben. En tot nu toe blijkt gewoon dat hij een versterking is voor ons. Grote verdediger, kopsterk, snel. Dus wel een arm is voor ons. Ja. Je hebt met diverse ploegen in de Eredivisie gespeeld. Ook met Volendam in de Eerste Divisie. Is Eredivisie wel het allerleukste? Ook al krijg je af en toe zijn tikkie. Ja, tuurlijk is het het allerleukste. Je speelt iedere week de grote stadions. Veel aandacht. Wedstrijden live op tv. Dus dat is gewoon een stuk leuker dan in de KKD, met alle respect. Weet je, waar je ook regelmatig gewoon in een half lege stadion speelt. Je weet dat je kanonnenvoer kan zijn tegen Ajax. Ja, tuurlijk. Je weet dat je bij PSV, dat heb je zelf aan de lijf ondervonden. Dat ging heel hard en met dank aan Stankovic bleven beneden de dubbele cijfers. Ja, nee, dat is absoluut waar. Alleen, toch is leuk. Toch blijft het leuk om je te meten met het niveau. Want ik zit door de week ook Champions League te kijken naar Ajax. En dan zit je ook te genieten. Maar het blijft toch leuk om te kijken waar wij dan staan als ploeg. En is dat aanpoten, als je dat nou vergelijkt met de Eerste Divisie? Ja, natuurlijk is dat aanpoten. Want wat ik net zeg, iedere kans die je nu weggeeft of fout die je maakt, wordt afgestraft. Wordt direct afgestraft. En dat was vorig jaar, dan gaven we 5 kansen weg en dan ging er misschien 1 in. Maar nu vliegen ze er wel in. Dus daar moeten we gewoon heel snel van leren. En wat moet er nou verbeterd worden bij Volendam, volgens jou? Punten halen. Ja. Dat is heel makkelijk gezegd. Ja, maar goed, ik denk dat we over het algemeen vrij aardig voetballen. We creëren best wel veel kansen. En hiervoor hadden we het gewoon defensief wat lastiger. We kregen veel goals tegen. En ik moet zeggen dat het tegen Vitesse stond het al een stuk stabieler. Gaven we weinig tot niks weg eigenlijk. En daar moeten we gewoon op doorbouwen. En kansen krijgen wij wel in een wedstrijd. Bram Franke, die speelde in Jong AZ. Een doorbraak bleef uit voor hem in het eerste elftal van AZ. Maar hij neemt het vandaag op tegen Erik-Jan Brinkman in Raak de Vlag. Shirtje van Oranje? Yes, deze had ik in onder 17 met Nederlands elftal hadden we het EK gewonnen en toen had ik deze mee naar huis. En ben je in vorm? Kijk, ik kan hier natuurlijk niet gaan verliezen. Dit is gewoon belangrijker dan de wedstrijd. Dit is belangrijker dan de wedstrijd. 40 meter, daar staat de vlag. Nou, je kent de regels, zo dicht mogelijk in de buurt. 2 van je 3 ballen die tellen. Yes. Maar we hebben een handicap. De eerste 2 met een lob. Komt-ie. Oh! Nee, die gaat water in. Hij ligt in die struikje, kijk. Kijken of je onder druk presteert. Oh. Dit behalve echt niet. Oh, dat is neerleggen, hè? Oh my god. Het contract was verlopen bij AZ. Mm-hmm. En 2 jaar daar op het einde nog in Jong AZ gespeeld. Toen ging ik op zoek naar een nieuwe club. Ja. Jammer genoeg niet iets uit de keukenkampioendivisie gekomen. En toen de keuze gemaakt om voor Quick Boys uit te gaan komen. Ja, je bent 21 jaar, dus je hebt nog een hele toekomst voor je. Tuurlijk, het vuur brandt in me, dus ik ga er alles aan doen om gewoon weer zo snel mogelijk een betaald voetballer te zijn. Mm-hmm. Oh, komt ie. Ah! Ja, het zal zijn. 15 meter. Nee, 12. Check nog even de windsnelheid.
gespeeld had. Ja, die is heel mooi. Het is heel mooi. De eer, Bram, om aan het magic rad te draaien. Ja, ik ben benieuwd. Waar ga je voor? Kruiwagen of kontje blauw? Ja. Nee, de kruiwagen. Hebben we nog niet gehad? Nee, die hebben we nog niet gehad. Dat zei je al. Nee. Ik dacht echt, die gaat er tegenaan. Ja, dat dacht ik ook. Oei, hier ligt hij gewoon. Dit is wel echt de meest slechte bal ooit. Ja. 7 meter 65 plus 11,30 is 18,95. Ai. 1 meter 34. 1,34. En je had net? 14,25. 15,59 meter. Ja. Heb je dan gewonnen van mij? Dat is geen vraag. Dat is geen vraag, zegt hij. Zeker wat. Wat zo? Ze wachten op je, hè, vriend. Loop eens door. Ja, hallo. Alsof dit lekker loopt. Nou, nog 5 stappen. 1, 2, 3, 4, 5. Wat zo? Best pittig. Nog opstaan. Nou, dat was hem dan weer, hè, voor vandaag. Of niet? Dankjewel, Bram. Alsjeblieft. Straf zit erop. Straf zit erop. Wel terecht. En zo wint Bram Franke weliswaar van Erik-Jan Brinkman. Maar intussen, klassement van Raak de Vlag, staat hij nu op plek 5, Nettie. En we noteren voor hem 15 meter en 59 centimeter. Koploper blijft Martijn Kaars. Die kreeg de 2 ballen op 5 meter en 8 centimeter van de vlag. Dus, nou ja, goed. Hey, Olaf, ja. Is er wel eens een keer iets vreselijk misgegaan tijdens het fotograferen? Ik kan boeken vullen. Ik kan echt de mooiste fotoboeken laten maken van de gemiste foto's die ik heb. Maar de ergste blunder? Ja, dat was met die Johan Cruijff-revolutie. Dat ook met Wim Jonk ook toen bij de Ajax was. Ja. En toen zou Johan Cruijff voor het eerst sinds 20 jaar bij Ajax komen. En ik stond bij de ingang van de arena, bij de slagboom. En daar zou hij dan moeten stoppen. En het was al slecht weer. En ik had mijn auto vlakbij geparkeerd en mijn computer. Ik denk, nou, ik laat het in de auto. En ik sta dus bij die boom de hele tijd te wachten. En op een gegeven moment belt de redactie van, hey, kun je niet alvast even 1 fotootje sturen? Want het belangrijk onderwerp. Nou, je voelt hem al aankomen. Ik ren even naar mijn auto, ik verstuur even 1 foto en ik kom terug. En ik zie 2 collega's smalend en heel tevreden naar hun camera kijken. Nou, had ik Johan Cruijff gemist. En die had zich daar aangemeld. En we hebben het hier aan tafel eigenlijk alleen over sportfoto's gehad. Maar je fotografeert ook voor het nieuws. Ja. Dat deed je al en doe je nog steeds. Ja. Er zijn wel 2 verschillende, totaal verschillende disciplines, toch? Ja, ik zou niet alleen maar voetbal willen doen. Nee? Waarom niet? Omdat het dan toch te eentonig wordt, die velden. Ja, het is toch te ver verwijderd van de normale wereld, zeg ik altijd. Ja. En, ik vind het altijd wel leuk om mensen te spreken voor portretten, reportages. En, dat past een beetje wat Dylan aan het begin van de uitzending zei. Van, als je herkend wordt op straat, dat je zegt van ja, mensen willen altijd wel voetbal hebben. Maar ik wil het ook wel eens over wat anders hebben. Ja. Daar heb je over na mogen denken. Waar wil je het over hebben? Nee, ja, geen idee. Maar ik bedoelde meer gewoon aan te geven dat als je op een verjaardag komt of op een feestje. Dan gaat het altijd over voetbal. En ja. Dat hoeft niet altijd. Nee. Was de Olympische Spelen voor jou het mooiste? Of toch het WK 2010 in Zuid-Afrika? Nou, ik heb voor mezelf wel zo'n top 5. Daar staat het WK Zuid-Afrika zeker bij. De lancering van astronaut André Kuipers in Kazachstan, daar was ik ook bij. 5 dagen. Dat heeft ook een enorme indruk op mij gemaakt. Als je iemand op 800 meter in de raket zo ziet verdwijnen. En ja, maar die Olympische Spelen zijn zoiets bijzonders. Ja. Dat is, Demmel, wat is voor jou, als je naar je loopbaan kijkt, hoogtepunt? Ja, ik ben 2 keer gepromoveerd. Dus dat waren wat... Twee prachtige wedstrijden eigenlijk. 1 keer met de Graafschap en 1 keer met Volendam. Ja. Wat was nou het leukste? De Graafschap of Volendam? Volendam toch wel? Ja, in Volendam was het feest. Zeker met de heen en weer hier. Door het dorp was natuurlijk echt niet normaal. Ja. Ik moet zeggen, bij de Graafschap was het een play-off finale. Dus dat had ook wel echt iets. Dat het echt een climax was, zeg maar. Ja. Dus allebei schitterend. Wat dacht je op die heen en weer? Wat gebeurt mij nou? Ja, we begonnen natuurlijk op de boot. En toen we de haven invaren, dat je
die hele dijk al vol zag staan. Dat was natuurlijk echt, echt bizar. Ja, het vuurwerk, hè? Die oranje potten. Ja, precies. En echt overal waar je keek zag je het vol staan. En ja, daarna natuurlijk meteen weer naar beneden richting stadion. Naar, ja, één groot feest. En buitenland, trekt dat nog voor jou? Want je contract loopt af. Je hebt nog een optie voor een jaar. Ja. Ja, wie weet. Ik heb wel twee kinderen, dus ik sta niet echt te springen om naar de meeste gekke landen te gaan, zeg maar. Maar ja, even cash je nog? Ja, dat zou hartstikke leuk zijn als jij iemand weet voor mij. Dan, ik denk dat je zaak waarnemen als je wil, dat je natuurlijk zo wel naar een lucratieve club in het buitenland kan. Maar je moet willen natuurlijk dan. Ja, nou ja, op zich, weet je, als het echt iets is waar ik met hele gezin kinderen veilig mee naartoe kan nemen en... Ja, het zou ook wel lekker zijn als het een land is waar je je geld zeker krijgt. Ja. Want dat is ook niet vanzelfsprekend in heel veel landen. Maar heb je voorkeur voor een land? Nee, ja. Zou je niet eens naar Amerika willen? Dat lijkt me heel leuk. Ja, dat zou wel gaaf zijn, maar of dat realistisch is, dat durf ik niet te zeggen. Lijkt me ook een leuk land voor je gezin. Ja, absoluut. Hoe oud zijn je kinderen? 6 en bijna 2. Dus, okay, yeah. Ja, de oudste die zit op de basisschool. Dus wil je die daar weghalen bij de vriendinnetjes, dan moet het wel een heel goed verhaal zijn. Dat is ook wel een dingetje hoor. Ja. Want je kinderen zijn toch wel het belangrijkste. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Er liggen spullen op tafel en die hebben eigenlijk wel te maken met onderwerpen die besproken zijn. Want jij zei 2 keer gepromoveerd. Deze is van de meest recente promotie. Misschien een klein beetje kantel richting de camera. Ja, nou ja, jullie vroegen of ik wat mee wilde nemen. Ja, ik zit hier in het Volendam Stadion, dus ik kon eigenlijk maar één ding meenemen. Mijn persoonlijke aandenken aan onze promotie. Volgens mij hebben jullie de grote hier op tafel gehad met Wim. Wim Jonk heeft hem meegenomen, ja. Ja, en iedereen, dus, elke speler heeft zo'n klein... Elke speler heeft een... Als herinnering. Als herinnering een eigen meegekregen. Dus, bij de Graafschap heb je die niet gehad, denk ik. Toen was dat er nog niet. Nee, toen kreeg je een stier, volgens mij. Een kleine stier. Wat lach je al af? Ja. Nee, die heb ik persoonlijk niet gehad toen. Dus ik moet zeggen dat ik dat erg jammer vind. En ik heb me ook erg hard gemaakt voordat we deze kregen als selectie. Want, ja? Het was niet vanzelfsprekend dat je dat kreeg dan? Nee, dit hebben we echt zelf moeten spreken. Serieus? Ja, absoluut. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk de herinneringen, de foto's, de beelden van ja, maar ik vind het mooi. Als je, ja, dit is toch een prijs. Dus als je dan zelf iets tastbaars hebt, dan vind ik dat wel speciaal. Ja, Feyenoord moest Soetebier hem zelf kopen. De UEFA Cup, ja, dat zeiden jij. Ja. Die daarvoor moest betalen. Omdat, zelf betalen. Ja. Hey Olaf, jij hebt het al over de WK in Zuid-Afrika gehad. Ja. Ja, ik zou zeggen, laat hem eerst even horen. Televisiegeluid iets zachter. Deze heb ik op de luchthaven gekocht. Ja. En wij wisten ook, zoals jij Fuzuvela zegt. Dus ja, ik heb het toen belangrijk gekocht. Maar nou ja, ik ga het proberen. Ja, mensen, doe maar zo. Nou, dat hoorde je dus in die stadions 90 minuten lang. En dat is een hele bijzondere ervaring als je dat voor het eerst. Dat is zo anders als... En daar werd over geklaagd toen door de televisiekijkers. Die werden er helemaal gek van. Ja, het is een continu geluid. Dat kwam door je speakers, je huiskamer. Heb je dat nog herinnerd, Daryl? Dat was echt, een soort zoemend monotoom geluid. Dat ging maar door. Maar dat was in het stadion ook zo? Ja. Iedereen had zo'n ding. Dus als de een afgelopen was, is rood aangelopen. En dan begon de ander weer. Weet je wat me nou verbaast? Nee. Dat je geen foto meeneemt. Dat je niet zegt van... foto. Ja, maar een herinnering hoeft niet altijd een foto te zijn. Nee, maar ja, ik denk, je bent fotograaf. En je komt, Ja, misschien is het juist wat dierbaarder als dat geen foto is. Ik weet niet wat het is. Heb je nooit bij je gedacht om een carrière als trompetist? Nee, ik vind dat echt een rotgeluid, trompet. Daar hou ik helemaal niet van. Nog één ding. Jij hebt ook de bekerfinale gehaald met Heracles. Ja. En toen was Remco pas vierde doelman. Klopt. Moet hij gaan keepen in Qatar? Ah, ik moet zeggen dat hij het heel aardig doet. Ik Champions League wedstrijden bij Ajax keepte hij goed. En ja, ook de afgelopen 2 wedstrijden bij Oranje... stond hij er volgens mij aardig op. Dus, Maar als je de pas weer van nu vergelijkt met die van toen... en dat is 10, 12 jaar geleden zo'n beetje. Ja, ik denk dat hij nu een stuk rustiger is. Toen, als je ziet hoeveel rust hij uitstraalt, ook naar zijn defensie... dan is dat wel heel mooi om te zien. Je hebt ook de leeftijd mee. Hij is 38, hè? Dan word je ook rustiger. Ja, toch? Ja, absoluut. Hij heeft niet de ervaring... Nee. Die je zou zeggen die nodig is bij een club als Ajax. Maar als je dan ziet hoe hij het doet... Dan, Maar Silas heeft die ervaring veel meer, hè, qua keeper op hoog niveau. Ja, misschien wel. Alleen ik moet zeggen dat ik Silas wel altijd iets onrustiger vind... dan hoe pas weer nu in doel staat. Ja. Hoe ben jij anders dan toen je 20 was?
Ja, ook hetzelfde. Je wordt rustiger, weet je. Je hebt al meer meegemaakt. In het begin ben je nerveus voor een wedstrijd. En ga je er heel gespannen in en geforceerd. En ja, nu ben je misschien wat meer ontspannen. En kan je wat meer op routine doen, zeg maar. Maar ook overdragen op jonge spelers? Ben jij ook zo'n type? Ja, dat probeer je wel. Alleen, ze moeten wel ook willen luisteren. Maar... Ja, oké. Okay. Nee, ja. Dat is een geintje. Ja. Dat probeer je wel natuurlijk. Dat is ook gezegd toen ik hier bij Volendam kwam vorig jaar. Dat ze daar eigenlijk een beetje naar op zoek waren. Ja. Wat oudere jongens in de groep die wat sturing aan de rest konden geven. Wie zijn dat, buiten jou om? Nou ja, je hebt Robert natuurlijk. Damon is niet heel oud, maar heeft ook wel al de nodige ervaring. Muur en Mirani. Ja, nou, Henk Veerman is er natuurlijk bij. Heeft ook bij genoeg clubs gespeeld, genoeg meegemaakt. Dus ja. Dat zijn wel een beetje de jongens die het over kunnen brengen aan de anderen. Ja, ik loop ons elftal van FC De Aftrap nog eventjes met je door. Het beste wat Noord-Holland op de been kan brengen met spelers van Ajax, AZ, Telstar en Volendam. Met Hobby Verhulst tussen de palen, doelman van AZ. Dan achterin Timber van Ajax, Bennemar, Volendam en Kerkes, AZ. Middenveld er vorige week opgezet, Jordi Klaasie van AZ. Verder hebben we Berghuis, Eiting en dan voorin Blommestein, Muren, Veerman en Bilal Uçik. Terrel, trainer is Wim Jonk, scheidsrechter Gus Buuk. Ik denk dat bepaalde mensen niet voor een wissel in aanmerking komen, denk ik zomaar. Het Volendam-gehalte is groot, maar... Ja, behoorlijk groot. Ik ga hem nog ietsje groter maken. Nee, echt waar. Ja. Het moet wel een beetje geloofwaardig blijven. Ja, maar goed. Ik denk dat onze keeper dat wel verdient. Stankovic. Die heeft al zoveel ballen eruit gehaald dit seizoen. Die ga ik eruit halen. Of ik ga Hobby Verhulst eruit halen en ik zet Stankovic erin. Je weet dat Hobby er net sinds vorige week weer in staat? Ja, daar kan ik ook helaas niks aan doen. Wat is het beste aan Stankovic? Ja, ik denk zijn reflex. Als je ziet hoeveel ballen hij er nog uitslaat. Ik moet zeggen, ook op trainen, dat het af en toe dat je zoiets hebt van... Goh, laat er eens even eentje door, maar dat is wel zijn kwaliteit. Ja. Hij was nog wel zo vereerd, Hobby. Hobby was, die was heel erg vereerd dat hij door Tom Blanker in het elftal werd gezet. Ja. Maar goed, Stankovic gedebuteerd bij Jong Servië afgelopen week. Ja. Dus ook niet de minste. Olaf. Ja, ik zit heel erg te twijfelen, maar ik ga de mensen van Volendam wel pijn doen. Want ik ga Henk Veerman eruit halen en ik ga Brian Brobby erin zetten. Kijk aan. En ik heb een zwak voor die jongen, die Brobby. En die stem. Ja, het is een geweldige man om te fotograferen. Ik vind het ook een goede voetballer. Waarom is hij zo mooi om te fotograferen? Ja, hij heeft een mooie kop en... Hij is expressief. Je maakt goede foto's bij hem. Ja, en, ik heb hem een paar keer gesproken. Een mooie vent. Okay. En, leuk. Dus vandaar. Ja, Brobby dus naast Muren in de spits. Dan maar zomaar doen. Ja. Dan, waarom niet? Ja, waarom niet? Staat mooi. Nou, kom lekker weer aan tafel zitten, Daryl. Mocht je het er mee eens, oneens zijn. Je kan Twitter, de hashtag aftrap gebruiken. Je kan ook mailen natuurlijk naar onderstaand mailadres. Goed, wij zijn aan het eind gekomen van ons programma. En Olaf, jij nu al? Ja, nu, ja, het gaat vliegen als je deze zin hebt, toch? We willen nog wel even een half uurtje doorgaan. Maar goed, we zitten aan zendtijd. Ja. En jij bedankt voor een succes in je fotografie. Dank voor de uitnodiging. Ja. Vond leuk. Waar zit je volgende dit weekend? Cambuur PSV. Oké. Ook leuk. Daryl, jij ook bedankt. En succes natuurlijk tegen Fortuna Sittard. Belangrijke wedstrijd. En in de toekomst voor jou. Dankjewel. En volgende week weer een nieuwe aflevering van de Aftrap. Ja, volgende week hebben we de teammanager van FC Volendam. Dat is Hans Bakker. Aha. Goeie teammanager. Uitstekend. En daarnaast zit Koen Blommestein, die nu verhuurd is aan Telstar. De spits van Telstar. Dat allemaal volgende week. Voor nu zeg ik een heel plezierig voetbalweekend gewenst. Dag.